Chantal, waarom is het zo belangrijk om op tijd je paardendekens te laten wassen? Nou, dat is om meerdere redenen erg belangrijk. De belangrijkste reden omwille van de waterdichtheid van je deken. Op het moment dat jouw deken erg vies is, dan gaat de ammonia, welke van nature aanwezig is in mest, die bijt zich in de rubberen waterdichte coating van je deken. En die tast gewoon de waterdichtheid aan. Hoe langer de mest in kan werken, hoe meer schade die aan kan richten. En kom je dat bij alle waterdichte dekens tegen? Ja, precies. Alle waterdichte dekens die zijn allemaal voorzien aan de binnenkant van een rubberen coatinglaag. En dat is hetgeen wat de deken waterdicht maakt. En die is kwetsbaar, daar moet je gewoon goed mee omgaan. Mensen denken juist ook, ik laat de deken niet wassen, dan blijft die waterdicht. Ja. Maar dat brengt dus juist heel veel schade toe aan de deken. Ja, en kun je aangeven, Chantal, hoe vaak moet je nou je deken wassen als je hem gebruikt? Als je je deken 24/7 op je paard hebt liggen, dan wordt het zeker aangeraden om het tussen de 6 en de 8 weken even te laten reinigen. Ja. Voor de waterdichtheid is het heel belangrijk, maar tevens, de binnenkant van zo'n deken is vaak voorzien van een vlies of een stofvoering. Er gaan heel veel haren in zitten, huidvet. En op het moment dat een deken aan de binnenkant vol met haar zit of met huidvet, dan kan hij niet meer ademen. En dan kan het paard zijn overtollige warmte niet meer kwijt. En dat is natuurlijk super onaangenaam. Dus zorg er gewoon voor dat je deken lekker fris is en dat die met regelmaat gereinigd wordt. Dus mensen, vaak je dekens laten wassen.